uit. Mager zesje. Ik heb beter gezien. Jij zit al heel je leven lang opgesloten in een kasteel. Ik zie toch veel knappe mannen op YouTube? Dat woord mag je helemaal niet zeggen. Oh ja. Wij zijn van Disney's. Ik ga met hem dansen. Succes. De meeste witte mannen hebben niet zo'n ritmegevoel. Hey. Hi. Dat dus. Elsa. Mogen wij iets vragen? Liever niet. Mogen Hans en ik met elkaar trouwen? Nee. Waarom niet? Ja, omdat trouwen knetterouderwets is. Nou en hallo, we zijn een sprookje. Sprookjes bestaan niet. Elsa, alsjeblieft. Alsjeblieft, mogen wij trouwen? Nee! Stop. Hebben we niet budget voor wat meer ijs? Want dit ziet er niet uit. Ik zal even voor u kijken. Nee. Oké, nou, jongens, ga maar door. Doe maar alsof alles bevroren is. Alles is bevroren! Tovenarij! Ik wist wel dat ze een heks was. Oh nee. Het is verschrikkelijk. We moeten achter haar aan. Oh, maar... Anna, ik dacht, nu hebben we eindelijk het kasteel helemaal voor onszelf, hè? Nou, Hans, we zijn nog helemaal niet getrouwd. Nee, ik dacht gewoon even een beetje Netflix en chill. Psst, dan is het altijd nog Disney Plus en chill. Ah ja. Ik moet er gaan zoeken. Pas op het kasteel, ja? Is het oké als ik wat mensen uitnodig? En wat chickies en zo? Ook een paar vrouwen gewoon, weet je wel, gewoon even... Er zijn overal camera's, Hans. Hier voel ik me echt mezelf. Misschien moet ik een liedje zingen. Waarin ik transformeer. En een andere jurk aan krijg. En mijn haren los doe. Let it go. Oh, stop. Hebben we budget voor het gebruiken van de muziek Let It Go? Ik zal even kijken. Nee. Ah, hebben we wel budget voor een echte producer? Want volgens mij ben jij gewoon mij. Nee. Oké. Elsa, kleed je maar gewoon even hierom. Gewoon even zo, zonder muziek. Ja. Jo. Ja. Oh, is dit de jurk? Ja. Oké. Oh, wat is het koud zeg. Wat is er veel... sneeuw. Oh, was er maar iemand die mij kon helpen. Kom op. Heb je hulp nodig? Ja, ik moet naar mijn zus Elsa. Ik moet die berg over. Oh nee, heftig. Ik ga met tegenzin met je mee. En Sven ook. Sven? Sven, mijn eland. Wat is dat? Nou, wat denk je zelf? Een sneeuwpop. En ik ben super grappig. Dus als er budget zou zijn voor mijn grappen, dan ben ik echt best wel leuk. Ik moet mijn zus zoeken. Elsa? Elsa, die heeft mij gemaakt. Een paar jaar geleden. Oh, en dan moet ik global warming geloven als jij al die hete zomers hebt overleefd? Allemaal fake news, Anna. Ik ben het bewijs dat global warming niet bestaat. Ah, ja, wij moeten er vandoor. Oké, mag ik mee? Nee. Doe? Nee. Let's go, Sven. Ja. Te gek. Nu ben ik de koningin van een diepvrieswinkel. Met nasi goreng. En pizza quattro stagioni. En stoombaked garlic flatbread. En die kleine frikandelletjes. Hier kan niemand me vinden. En hier ben ik niemand tot last. Sorry, mag ik even langs? Bijna niemand dan. Ik had toch wel iets anders verwacht bij een ijspaleis. Ik bedoel, als ik kom toveren, dan zou ik op zijn minst... tweede verdieping doen of zo. Kom, we gaan vragen of ze alles weer ontdooien. Ja. Wat doen jullie hier?
We willen je vragen of je alles wil ontdooien. En dan? Dan smelten alle ijsjes en bederven de frikandellen heel snel. Nee, nee, nee. Het dorp waar we wonen. Je hebt alles bevroren. Daar gaat het om. Ik? Nee, joh. Ik heb al moeite met ijsklontjes uit zo'n vormpje te halen. Laat staan een heel dorp te bevriezen. Hallo, het is echt zo. Kom. Nee, Anna. Ik ga niet mee. Kom nou. Nee! Auw. Oh. Anna? Ik wist dat zussen heftig waren. Maar dit? Anna? Anna, kom op. We moeten naar mijn ouders. Die kunnen dit fixen. Hey, pap. Hey, Christophe. Hey, hoe is het met je? Lang niet meer gezien, maat. Hey, is dat je chickie? Nee, niet echt. Je moet haar helpen, pap. Ze begint witte haren te krijgen. Witte haren? Grijs worden noemen ze dat. Ja, ja. Dan moet je gewoon naar de kapper gaan. Doet je moeder ook altijd. Kleurtje erin. Plop, plop, plop. Klaar, opgelost. Nee, volgens mij is Anna aan het bevriezen. Oh, ja. Ja. Ik voel inderdaad dat haar hart aan het bevriezen is. Ja. En nu? Ja, is mooi k***. Ja, er is maar één manier om haar weer levend te krijgen. En dat is? Dat is dat ze gezoend wordt door iemand die echt van haar houdt. Ah. En niet van Tinder dus, hè, maar echt van haar houden. Ja. Ja. Ja, dat moet Hans zijn. Oh, Hans Anders bedoel je? Ja, ja, Hans. Nee, 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 andere Hans. Hans Klok? Nee, nee, andere Hans. Hans Theeuwen? Pap, we hebben hier geen tijd voor. Doei. Hans Kraai junior? Nope. Maar Hans Klok toch? Nee. Hans Kazan? Nope. Hans Kazan. Niet Hans Kazan. Nu heb ik iemand nodig die van me houdt en me kust. Anna, ga even rustig zitten. Ogenblikje. Ja, ik kan. Ik hou helemaal niet van je. Ik ben al die tijd gewoon de slechterik. Auw. Plot twist. Ja, en nou laat ik jou hier achter en ga ik Elsa te grazen nemen. En dan is dit kasteel straks van mij zonder dat ik een gigantische hypotheek hoef af te sluiten. Later. Slaap je? Want anders kom ik zo wel even terug. Nee, ik lig op sterven. Ja, dan kom ik gewoon zo weer terug. Ah, grapje. Ik kan wel gewoon helpen hoor. Oké. 1, 2. Sinds wanneer zijn Disney prinsessen zo zwaar? Vind jij me nou aan het bodyshamen? Anna, laat Christophe je naar Elsa brengen. Hij houdt van jou. Echt? Waarom ben je nou zo meisjesachtig naïef? Van, oh, echt? Oh, dat had ik helemaal niet door. Ook al heeft hij mijn nummer en stuurt hij me allemaal foto's van zijn kleine worteltje. Ja, ha. Hij houdt van jou. God! Nee. Nee, sorry. Oké. Precies hier. Ja, goed richten. Ja. Oh nee! Niet doen! Wow! Anna! Oh nee! Anna! Is Anna nou een sigaret aan het roken? Sst, spannend stukje. Nee, 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 Anna! Anna! Verdomme! Zo ontdooi.
Nou, ik had dus echt een hele rare droom. Er was een sneeuwpop die ging praten en die praatte dus over dat global warming fake news is. Bizar, hè? Anna, ik ben zo blij dat je weer wakker bent. En ik weet nu wat de oplossing is, waarmee ik alles kan ontdooien. Liefde. Oeh. Dus de conclusie is dat liefde alles kan oplossen. Ja. Ja. Dat is cliché eigenlijk. Mm. Oh! Mm. Maar dan is het ook de oplossing voor mijn ingegroeide teennagel. Oh. Oké.